En yay, ik ga het doen. Het is heel erg, het zijn laagjes. Dus... Ik merk gewoon na de vakantie dat het allemaal, je moet er helemaal wennen aan het ontsuikeren. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag, volgens mij 6 september. Ik ben Janneke van Huisje Weltevreden. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Ja, de eerste week zit er bijna op. De eerste stageweek van Michelle zit erop. Ze heeft het hartstikke leuk op een stage. Ze vindt het echt heel erg leuk om te doen. Mijn eerste werkweek zit er weer op. Het was weer leuk om met de kinderen te knuffelen en met ze te spelen en zo. Good to be back. Hier is Bella. Ja, het is natuurlijk nog steeds te verwennen dat Roy er niet is. En dat blijft ook nog maar even zo. Maar goed. Ik ga Bella uitlaten. Het is een beetje druilerig buiten. Maar goed, ik ga Bella uitlaten. Ik heb zometeen een Skype call. Weer met iets nieuws. Als ik er meer van weet en meer van begrijp, wordt me dan even uitgelegd. Iemand die ik al heel lang volg en die zit ook een beetje in het... Ja, op een andere manier geld verdienen dan wat we gewend zijn. Weet je, uurtje factuurtje kennen we. Hè? Zoals ZZP'er, zoals ik ben. Je kent natuurlijk volgens een werkgever werken. Dat kennen de meeste mensen. Het grootste gedeelte kent dat. Maar je hebt ook nog iets zoals een passief inkomen. En daar is hij meester in. Dus daar wil ik meer van weten. Dus daar heb ik zo meteen een Skype call over. En hij gaat me daar even wat wijzer in maken. Ik snap nog niet heel veel van dat cryptocurrency. En dan gaat hij me een beetje uitleggen. Want daar wil ik toch wel verder in en meer van weten. Ja, dat. Dus, wordt vervolgd. Ik laat het jullie weten na afloop hoe het was. En kijk gezellig weer mee vandaag. Nou, het gesprek is geweest. En ik ga er nog niet te veel over zeggen. Ik wil eerst goed weten wat het is voordat ik het deel. Zoals jullie weten doe ik ook FutureNet natuurlijk. En er zijn al lelijke verhalen over te vinden. Al heb ik nog steeds het volste vertrouwen in het systeem. En ja, ik weet het niet. Weet je, je weet het eigenlijk nooit met dat soort dingen. Dus ik ga hier eerst even verder in duiken. Ik weet wel dat de wereld van cryptocurrency natuurlijk al ontzettend lang bestaat. En dat dat een veel betere basis is om daar wat op te bouwen. Maar dat het lange termijn visie is natuurlijk. En... ik wil er gewoon eerst meer over weten voordat ik daar meer over deel. En ik weet niet of jullie Percy Tienhoven kennen. Ik zal zijn kanaal hierboven even linken. Ik ken hem vanuit M-Pop. Maak prachtige online programma's waar ik ooit 3 jaar geleden mee begonnen ben. Door te leren hoe je online programma's moet maken. Waardoor ik dus video's moest gaan maken waardoor ik ben gaan vloggen. En dat was niet... ik heb niet geleerd dat ik moest gaan vloggen, maar ik moest dus video's maken voor mijn online programma. Dat durfde ik niet. Toen had ik de challenge gedaan van ik ga mezelf 30 dagen filmen, op YouTube knallen en ik ga zien wat er gebeurt. En ik ben dus nooit meer gestopt, omdat het gewoon zo heel erg leuk is om te vloggen. En het online programma is er nooit gekomen. En wat gebeurt er nu is dat ik dus een online cursus maak voor vloggen. Ja, yay. Maar anyways, dat allemaal even terzijde. Ik ga naar de kapper, ja. Die lange manen gaan eraf, want ik maak er toch alleen maar een staart van. Ik ga het wat korter laten knippen. Dus stay tuned hoe het er straks uit komt te zien. Ja, ik heb er eigenlijk geen tijd voor, maar ik ga er gewoon even tijd voor maken. En yay, ik ga het doen. Nou, ik heb het weer gedaan hoor. Stuk van mijn haar af, zoals jullie zien. Had ik eigenlijk voor de vakantie al willen doen, maar ik kwam er maar niet van. Geen tijd en zo. Nu heb ik er tijd voor vrijgemaakt. Ik was niet meteen bij de eerste de beste, kon ik even wennen hoor, mijn haar trouwens. het is heel erg, het zijn laagjes, dus het krult ook heel erg aan de achterkant. Ze heeft het ook zo geknipt dat ik mijn eigen slag helemaal terug heb en zo. Echt superleuk, superleuk. Bij Yes ben ik geweest en er zijn ook superleuke mensen altijd en echt heel erg leuk geknipt. Gezellige sfeer, maar nou, ja, perenhonger. Dus ik moet echt even iets doen aan dat. Even een broodje eten. En dan naar Albert Heijn. Danielle komt eten. Zo, die kapsalon dingers die ik dan altijd maak. Die fotmap, dat kapsalon dingers. Ja, dat. En ik ga me opschieten, want het is al vet laat. Het is al 2 uur. Ja, het zit gewoon een hele middag al op, hè. En Daan komt eten. Ik moet echt wennen aan mijn hoofd. Jullie ook? Het is echt kort. Maar we eten fotmap. Proef kapsalon. Kijk, ziet het er zo uit. En we gaan weer een film kijken van de X-Men reeks. We zijn nu bij de 4e film.
Geen idee wie heet. Zie ik zo meteen, staat in het mapje. En ja, gaan we kijken. Wat we verder nog gaan doen, ik heb echt geen idee. We gaan even eten, filmpje kijken en wennen aan mijn haar. Het is echt... Nou, ik vind het tof. Hoop jullie ook. Het was al genoeg gedoe dat ik mijn haar in de staart had. Dan kan iedereen weer ademhalen, zei Agnes. Nou, vind ik ook. Ja, maak je niet zo druk hoe ik mijn haar heb. Maakt het nou uit? Ik was al van plan naar de kapper te gaan, weet je. We gaan lekker eten. Oh, het is al donker. Maar ja, het is natuurlijk ook al 10:30, Janneke. Gek hè, dat het donker is. Ik begin heel erg verkouden te worden. En van de week was natuurlijk Fleur ook al verkouden. Dus ik denk dat ik haar verkoudheid nu heb. Blijf niezen. Ik word helemaal gek ervan of zo. Ik ga Bella even uitlaten. Lekker douchen en mijn bed in. Morgenochtend start de dag met bodypump. En ja, gaan we het weer doen. Gaan we weer sporten. Heb ik zin? Nee, nog steeds niet. Wel meer dan eerst. Dat gevoel is er wel een beetje, maar ik heb nog steeds niet heel veel zin. Maar ik ga door. Ik ga het gewoon doen. Ik weet gewoon dat ik straks wel weer wat meer zin heb. Mijn haar voelt echt heel erg fijn. Heel luchtig en zo. Ik had veel eerder moeten doen. Ik moet ook gewoon beter bijhouden en gewoon eens wat vaker naar de kapper gaan. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 8 september. Opgestaan met enorme keelpijn en snotterig, weet ik het wat allemaal. Toch ga ik wel naar bodypump. Ik ga gewoon een beetje rustig aan doen. Want ik wil een beetje in dat ritme blijven. Maar man, ik voel me echt cracky. Niet lekker. Ik voel me echt niet lekker. Maar goed, we gaan het doen. Even havermout eten, koffie en dan gaan met die banaan. Ik zie jullie later weer. Ik wil jullie niet meenemen. Doe gewoon 16 mensen mee. Nee, 15? 15 mensen mee in die zaal. Dat is echt veel. Ik ben benieuwd of we er allemaal in passen. Dat was weer een les bodypump. Ik heb nog rode wangen ervan. Man, Roel gaf hem dit keer. De eigenaar van de sportschool. We hebben het geweten. Je zat te trillen op je benen. En ik merk gewoon na de vakantie dat het allemaal... Je moet weer helemaal wennen aan het ontsuikeren. En je lichaam schreeuwt gewoon echt om suiker en eten en weet ik het wat. En dan sta je te tollen op je benen. Maar gewoon door water drinken en dan lukt het wel weer. Maar heel erg last van mijn keel. Ik ga niet lopen zeuren vandaag. Stil. Maar ja, wat moet ik vandaag doen? Ik moet de was doen. Dat ga ik eerst even doen. Ik ga er even een was in gooien. En salespagina afmaken voor de vlogcursus die 24 september van start gaat. Dus wil je meedoen? Ik zal even een link onder deze video plaatsen. Wil je ook vloggen? En durf je niet zo goed? Ik help je. Ik help je echt. Dat je het gaat doen gewoon. Samen gaan we het doen. Ja, dat. En een beetje stofzuigen, dweilen. Keuken opruimen. Je noden drill. Ja, een beetje een hele druilige, saaie dag is het voor mij geweest. Dus ik ga hier een weekendvlog van maken. Ik had al een poll opgegooid op Instagram of ik wel door wilde gaan met dagelijks vloggen. En dat heeft als reden dat ik mijn eigen vlogs gewoon niet meer leuk vind om terug te kijken ook. Ik vind ze saai. En vooral mijn vakantievlogs waren inderdaad saai. Elke dag hetzelfde. Dat was onze vakantie. Ik had net zo goed één dag kunnen kopiëren, past. Weet je, dat had ik bijna kunnen doen. Ik had er beter een weekvlog van kunnen maken. En weet je, zo. Ik ben een beetje zoekende nu wat ik nu verder wil. Vandaar de poll op Instagram. Als je me nog niet volgt op Instagram, kijk even hieronder in de beschrijving naar mijn Instagram kanaal. Dat doe ik wel vaker, dat soort dingen. Of stories deel ik daar van mijn dag bijvoorbeeld. En nou, dit soort polletjes, dat helpt me toch wel een beetje nadenken van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Nou is de meeste procenten waren voor dagelijks vloggen doorgaan. Ik had ook een voorstel gedaan om de gastoudervlogs los te koppelen van de gewone vlogs. Dus een weekvlog van mijzelf en een weekvlog van de gastkinderen. En dan nog eens een extra video of zo. Of over een thema. Of weet ik veel wat ik nog meer zou kunnen verzinnen. Ik heb ook ideeën gevraagd op Instagram. Wat zouden jullie willen zien qua video? Ik heb er best een beetje de hele dag over na zitten denken. Ik voel me helemaal niet lekker. Dus ik had zoiets van, ik ging een beetje de originals kijken. Ik heb echt helemaal niks gedaan. Ja, behalve de was. Ik heb echt niks gedaan vandaag. En dan gaat je hoofd een beetje malen. En dat heeft het heel erg gedaan. En mij tot nadenken aangezet. En ik was er al een paar dagen was ik er al mee bezig. Dat ik dacht van, ik sta niet meer achter mijn vlogs. Ik vind ze niet meer leuk. Ik vond ze niet meer leuk om te editen. Ik
had bijna geen zin om ze te uploaden, omdat ik echt zoiets heb van, ja, maar je kanaal groeit niet omdat je gewoon oer saai bent om naar te kijken. En mensen gaan niet zeggen dat het oké is. Het is niet oké. Ik wil gewoon veel leukere content maken. En dat is voor mij even een uitdaging. Ik ben gewend om inderdaad dagelijks te vloggen. En ja, het is niet altijd even spectaculair natuurlijk. Het is ook best wel saai af en toe mijn leven. En moet ik dat dan wel willen delen, de saaie momenten? Moet ik niet juist alleen filmen over de dingen die heel belangrijk zijn? De hoogtepunten van mijn leven? Moet ik saaie dingen willen herinneren? Nee, die hoef ik zelf ook niet terug te zien. Ik denk dat de hoogtepunten voldoende zijn. Dus vandaar dat ik er een beetje over aan het nadenken was. En laat zeker weten hieronder deze video, want het is een hele korte vlog geworden, wat jullie mening daarover is. En ik ga dat allemaal meenemen in het poeltje van, ja, wat ga ik doen in de toekomst. Dus ja, de afgelopen week hebben jullie nog normale vlogs gezien. En als deze vlog online komt, ga ik daarna actie ondernemen. Ga ik kijken van waar de meeste stemmen voor zijn. En waar ik mezelf het prettigste bij voel. Ik ga er dan wat mee doen, dus laat het zeker weten. Dank u wel voor het kijken naar deze mini vlog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En kijk jullie in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!